Maar liefst een half jaar lang wordt er gehakt en geslepen in de kademuur rond Heusden. We zijn nou de muren aan het uithakken en die worden gereinigd. En de boegen die worden uitgehakt en dan metselen we alles opnieuw in. En dan is hij weer gerestaureerd. Dan kan je nu weer een aantal jaar tegenaan. Dat klinkt als een peulenschilletje, maar er moet stiekem best veel vervangen worden. 65.000 stenen die echt vervangen gaan worden. Ongeveer een 6.000 vierkante meter schoonmaken. Hè, dus met hoge druk erop, dat die muren weer wat prettiger uitziet. En vergeet de 35 kilometer voegwerk niet. Heusden heeft al honderden jaren een muur en regelmatig hield het bouwwerk het water buiten. Want bijvoorbeeld de Elisabethvloed in 1421 heeft Heusden droge voeten gehouden, ja, onder meer dankzij die muur. Ja. Die muur is dus heel belangrijk voor Heusden. Ja, ja, zelfs ook in de jaren 90, toen we halverwege die jaren twee keer hoogwater hadden hier in deze regio, was het hier kiele. En nou goed, toen hebben we ook droge voeten gehouden, maar kiele. De muur is al honderden jaren oud, de bakstenen niet. Die zijn door de jaren heen vervangen. Deze stenen zijn van eind jaren 70 en veel zijn er dus slecht aan toe. Dat betekent trouwens niet dat Heusden in gevaar is geweest. Zonder meer niet. Achter deze metselwerkschil staat nog een betonnen wand. Dus die voorkomt toch eigenlijk dat Heusden onder water komt. Maar ja, ook esthetisch, het oog wil ook wat. De kademuur is nog van de gemeente, maar na de renovatie wordt die overgedragen aan het waterschap. Dan kan de opgeknapte kademuur, als het goed is, weer ruim 30 jaar mee.